Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschraven en vandaag met de vorige aflevering nummer 23 hier in Frankrijk. Heb je die vorige video in Oostenrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechts voor het i'tje. Klik erop en zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele reden van mij mist. De vorige wedstrijd pakte belangrijke punten voor het team. Wonnen daar de sprint in Oostenrijk. Vertrokken niet van pole position vanwege een penalty, maar pakte toch nog belangrijke punten. Hopen dat we dat weer kunnen doen in Frankrijk. Hoewel er zit geen sprint in dit raceweekend, maar punten zijn heel belangrijk voor het team. Nog geen podium gepakt dit jaar. Moeten wel aan zien te komen, hoop ik, aan het einde van het seizoen. Worden wel beter met de auto, komen een aantal belangrijke updates binnen. Worden ook een aantal belangrijke updates op de auto verwacht. Hier komen dus ook een paar raceweekenden op de auto. Dus nu dus even niet. Pirelli Hot Lap slaan wij over. Doen we dus even niet. En komen we wat dichterbij. Bij Alfa Tauri. Aerodynamica en betrouwbaarheid zijn weer een stukje beter geworden. Dat is goed. En dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 23 in Frankrijk. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken wat we kunnen doen hier in Frankrijk. Er is regen voorspeld tijdens de wedstrijd, dus daar moeten wij voor oppassen. De eerste box verloopt heerlijk goed. Daar een beetje onderstuur. En daar helaas te wijd. Heeft ons wat tijd gekost. Aanbeland bij het einde van mijn eerste run in Q1. Nog ongeveer 13 minuten op de klok. En dan volgt nu dat DRS gedeelte. En dan zijn we aanbeland bij start-finish en dat is een vierde tijd. Aanbeland bij het einde van Q1 met nog ongeveer een minuut op de klok. Doorverwezen naar een 12e positie. En kijken of we ons ook kunnen verbeteren. Op het zonnige Frankrijk. Topsnelheid zit hier wel goed. Daar veel te wijd bij die eerste bocht en moeten we daar een deel afsnijden om de bocht nog te redden. Daardoor hebben wij een aantal duizendsten gewonnen op onze tijd. Groen in sector 1 en 2, op dit moment een 13e positie. Jongens moeten zich nog gaan verbeteren. Laatste bocht. Opkomen rechte stuk en Q1 zit erop. En dat is een 9e tijd. Goed gedaan door naar Q2. En dan zijn we aanbeland bij Q2 met ongeveer 30 seconden. Sorry. Ja, 30 seconden op de klok. Ik moest even goed kijken. 30 seconden nog op de klok. Dit wordt een alles of niets ronde om door te kunnen komen naar Q3. Daar wel iets te veel van die bocht afgesneden helaas. Zijn we aanbeland bij het einde van Q2. Vlag hangt uit. Laatste positie P16 en dat wordt een 8e tijd. Goed gedaan. Door naar Q3. En zijn we aanbeland bij het derde kwalificatiedeel met ongeveer 35 seconden op de klok. Wij gaan dus weer een van de laatste man op de baan die het maar met één run gaat doen. Ik zie dat de rest allemaal voor een tweede run gaat. Prima, eerste, tweede bocht, jazeker.
vlag hangt uit in Q3 en wij zetten groene sector 1 en 2 neer daar wel te wijd. Heeft ons wat tijd gekost, helaas. Opkomen rechterstuk, DRS geopend en dat is... Een negende tijd. Prima gedaan in Q3. Charles Leclerc pakt pole position, daarachter Norris op 44.000ste. En dan Sainz volgt op ruim een hal, op 3/10. Dat gat is groot, maar wij staan op P9. Goed gedaan. Prima kwalificatie en dus op naar de race en kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. Again then at Le Castellet for another round of this year's Formula One World Championship. Renault took their first French Grand Prix win here all the way back in the inaugural race in 1906, but it was another 73 years before they could take their second. I'm sure Alpine will be pushing hard to delight the local fans here today. We have 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, 6 to the left and 9 to the right, where the rain is coming down and making for a slippery racing surface. But luckily, there is plenty of runoff area available, and hopefully we'll be able to avoid bringing out a safety car during today's Grand Prix. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Perez, Verstappen, Hamilton, Oscar Piastri, Russell, the Professor, Gasly, Albon, Stroll, Magnussen, Ocon, Bottas, Richard Vasseur, Weber, Hülkenberg, Sargeant, Joe, Tsunoda, and Nyck de Vries rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Natalie Pinkham joins me in the commentary box. Nats, we've got rain, but the fans out there, incredible atmosphere. They're still making a lot of noise despite the weather. Mastering these conditions is a massive challenge. To cross the line in one piece is no mean feat, and I'm really looking forward to seeing how they handle it. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Moeten dus deze vorm zien vasthouden en een top 10 finish halen. Deze wedstrijd, zegt de ingenieur. Aan het einde kan het wat droger worden op de baan. Een nulstopper. Geen pitstop dus tijdens deze race. 19 rondes lang. Op de intermediate. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. We vertrekken dit vanaf een 9e positie. Nou, heel veel informatie van de ingenieur wat we eigenlijk allang weten. Dus banden en remmen opwarmen in deze openingsfase. Begin van de race dan. En dan komen we aan bij onze gridpositie. En dan gaan we kijken wat het dus gaat worden in deze grote prijs. Wij vertrekken dus op een 9e positie dus. En komen er prima in onze positie. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 23. Lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen prima weg. Nou, goed weg Russell, slecht weg en daar zit al aan de binnenkant van Hamilton ook al gelijk. Jazeker. Piastri misschien ook al passeren hier terugkruisen bij de Australiër.
En hebben een betere exit aan de binnenkant gezet. En Piastri is daar gezien. Ook Perez is daar gezien. Jazeker. En het is P5. Een prima start hier in Frankrijk. Nu is het vasthouden en hopen dat er niks ernstig gaat gebeuren. Want de jongens voor ons gaan al denk ik al wegrijden. Zeker, gat met Verstappen is al ruim een seconde. Dat is nu inmiddels in ronde nummer 2, 3 seconden. Want wij hebben het lastig op de intermediates. Perez dus achter ons. We gaan van lijn veranderen om de touw te breken met de Mexicaan. Kan er niet langs. Nog steeds een P5 in handen. Op het natte circuit in Frankrijk. Met groen in sector 1 en 2. Gat naar Norris is inmiddels 2,7 seconden. Dit is inmiddels in ronde nummer 4 van de race. Begin ronde nummer 5 als we daar het gewoon lastig hebben en daar te wijd gaan. De baan wordt droger en daar weer te wijd. En dit keer is Perez ons gepasseerd voor P5. Wij komen terug en Perez moet daar even actie ondernemen. Gaan daar een beetje wijd en hebben daar een flink moment overstuur op de exit. Perez is er nog niet voorbij. Wordt daar naar de muur geduwd door ons. 10 minuten tot de regen en dan gaat het opdrogen, zegt de ingenieur. Dus we moeten gewoon blijven rijden op deze intermediates. Perez heeft al zelfs raceronde in handen. En wij gaan daar weer te wijd. Dan volgt zometeen dat rechte stuk. Over de T-knop mogen we wat meer gaan gebruiken, zegt de ingenieur. En Perez zit daar met een aanval. Kijkt naar de binnenkant. Misschien is weinig ruimte. En wij houden die positie. Schieten wel een flink stuk door. Maar komen mooi voor Perez weer de baan op. Want we reden al voor hem. Voor die bocht ingingen. In ronde nummer 9 alweer als wij paars in sector 2 neerzetten. En geel. Omdat daar diezelfde Perez gaat uitvallen in de wedstrijd. 0 punten voor de Mexicaan. En 1 Red Bull minder in de race. En dat brengt de Virtual Safety Car op. De Virtual Safety Car op de baan geroepen. En is het gewoon een delta aanhouden. Gat naar Norris is inmiddels 15 seconden volgens mij. Wordt alsmaar groter en groter in de race. Safety car dus geëindigd. De virtual safety car eindigt dus weer. En we gaan weer racen hier in Frankrijk. Schieten wel wat door. En krijgen daar een waarschuwing voor. Wat terecht is. Nog 9 rondes te gaan in de race. Piastri rijdt achter ons. Gat is 1,5 seconde. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Nog 9 rondes dus nog te gaan. Zitten over de helft van de grote prijs. Zitten in ronde nummer 14 van de race als de regen is gestopt. En de baan nu nog alleen maar droog hoeft worden gereden. Door ons. En dan verbeteren we ons naar een 1.44.286. Daar schieten we helaas door. Dat betekent dat Oscar Piastri weer naar ons kan toerijden. Voor een aanval voor P5. Tot nu toe een prima race. Geen idee waar ik Mark Webber rijd. Nog steeds 1 uitvaller per rest. Dus... Zeker.
moest even goed kijken waar het ook alweer stond. Maar dan komt Piastri hier met een aanval. Kijk naar de buitenkant. En is er voorbij? Nou, nog niet. En laten hem hier gewoon staan. Duwen hem daar een beetje wijd. En DRS is beschikbaar gesteld door Race Director. Dus de achtervleugel mag weer open worden geklapt. Als je minimaal 1 seconde van je voorganger zit. In ronde nummer 16, als de baan gewoon bijna kurkdroog is. Iedereen blijft nog rijden op die intermediate. Want het is zinloos om nu naar binnen te duiken. Want dan val je heel ver terug. En dit ga je niet meer goed maken tijdens de race. Dus ja, nu is het gewoon banden sparen tot aan het einde van de race. Nog 2 rondes te gaan. En dan zit de race er alweer op. Daar gaan we te wijd. En raken Piastri. Oscar Piastri moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. George Russell profiteert daarvan en is naar P6. Banden hebben het wel zwaar. Dat zie ik rechts onderin, omdat het daar oranje brandt. Moeten uiterst voorzichtig zijn met insturen en opkomen, rechtstuk en exiten. Oftewel, voorzichtig op je gas. Niet te veel sturen, anders hebben we zo een klapband of een lekke band en dat wil je niet. Russell zit misschien te kijken, maar lukt helaas net niet. Moet het nog even afwachten. Maar Lewis Hamilton komt ook dichterbij. Dus we moeten zometeen 2 Mercedes af zien te stoppen. En die Hamilton heeft Russell ingehaald in ronde nummer 18. En kijkt hij naar de binnenkant. Maar is er nog niet voorbij. Bij de Mercedes nu zij aan zij. En wij hebben daardoor wat lucht gekregen. Linker en rechter voorband zien er niet goed uit. Wees dus extra voorzichtig, zegt de ingenieur met die voorbanden. Want die kunnen er zometeen helemaal aangaan. En dan zijn wij de pneu met 2 lekke banden. En ja, dat betekent 0 punten voor ons. Terwijl Leclerc even de snelste raceronde afpakt met een 1.41.8. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Opkomen rechterstuk hier. Alles opengooien, die banden gaan eraan. En Hamilton en Russell hier driedik en passeren ons gewoon. Wij doen dit nog als een laatste moment. Een tegenaanval, schieten daar wijd. En hebben een heel groepje jongens achter ons. Russell op de exit kan er niet van profiteren. Volgens mij gaat Charles Leclerc of Sainz hier de wedstrijd winnen. Russell probeert het nog aan die binnenkant, maar dat lukt niet. Dat weet hij zelf ook. En 81% is de voorband. Leclerc wint de grote prijs van Frankrijk. Sainz op P2. Ik denk Norris op 3. Verstappen 4. En wij gaan zometeen als 5e worden afgevlagd. Goed gedaan. Stroll pakt nog even Russell voor P6. Doet hij goed. Hier is het nog gewoon de verdedige lijn rijden. Stroll kan hier niet van profiteren. En nu opkomen, rechterstuk. En dan zit de race erop. We hebben het gelukkig volgehouden tot het einde van de race. Op de intermediates, dat is goed gedaan. En is op naar de volgende wedstrijd. A great race then, and a fantastic victory here at Paul Ricard. Natalie, fill us in. What was it that helped the team achieve their success today? I feel consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again.
Nou, hier wordt onze uitslag van de wedstrijd. Charles Leclerc wint de grote prijs van Frankrijk. Sainz maakt een Ferrari 1-2 van Norris op het podium. Wijders naar P5. Goed gedaan. Stroll 6, Russell 7, Hamilton 8, Gasly 9 en Alexander Albon op P10. Perez als enige uitvaller. Helaas is niet gefinished. Tiende in het coureursklassement. Klimmen dichter naar Sainz toe op P9 en P6 in het constructeurskampioenschap. Dat is goed om te zien. En dus Team McLaren met mezelf en Mark Webber. Wat dus gewoon neutraal is gebleven. Van alle sponsoren inkomsten gepakt. $498.000 erbij. Helaas heeft Webber $15.000 misgelopen. Daar is 110.000 erbij. In totaal $9.5 miljoen op de bank. Dat is goed om te zien. Dat is goed genoeg voor Webber om zijn contract te verlengen. En misschien nog een aantal faciliteiten te kopen. Maar goed, dat zien we allemaal in de volgende video. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 23 My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Janan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.